Ik ben Peter Berg. Ik ben sinds een jaar werkzaam bij Human Inference als Managing Director. Human Inference. Wij doen van alles nog wat met datakwaliteit, data quality en master data management. Daar is dat een vrij technische term. Komt erop neer dat wij kunnen met onze software ervoor zorgen, onze software en onze diensten, dat de datakwaliteit bij klanten beter wordt en goed blijft. En ook dat data beter ontsloten kan worden. Maar dat heeft er met name te maken met klantgegevens, klantdata, naam, adres, woonplaats en dergelijke. En onze software is daar tamelijk uniek in. Onze software acteert als ware het een mens. Als je als mens diverse namen ziet en je vergelijkt ze van goh, ik noem maar wat, Peter Berg, mijn naam. Zou dat dezelfde zijn als Pieter Berg? Of zou Peter Berg misschien dezelfde zijn als Petrus Berg? En dan snap je als mens, van nou, Petrus Berg is waarschijnlijk zijn doopnaam. En dat zou wel eens dezelfde als Peter Berg kunnen zijn. Terwijl Peter Berg en Pieter Berg, of Pieter van den Berg, misschien hele andere zijn. Nou, onze software heeft heel veel intelligentie in zich, in allerlei kennistabellen, waardoor wij als geen ander in staat zijn om heel goed te matchen. En het matchen is op allerlei manieren heel belangrijk voor klanten om zeker te weten of ze met de juiste persoon zaken doen. Grootste uitdaging? Ja, dat is een interessante vraag. Dat is misschien toch wel het vinden van het juiste personeel. Dus dan komen we wat dichter natuurlijk bij jullie terecht ook. De arbeidsmarkt is gewoon lastig. Dat weet iedereen. En dan zoeken wij ook nog een keer in een bepaalde regio toch het liefst. En we zijn, onze software is best wel complex. Dus als het gaat om software engineers, dan is het bij ons heel lastig als je bijvoorbeeld maar 2 of 3 jaar ervaring hebt. Dat is gewoon te complex. En we zijn aan de andere kant iets te klein om bijvoorbeeld schoolverlaters aan te nemen. Als we nog wat verder groeien, dan zou het misschien kunnen. Dus dat is echt wel een uitdaging om de juiste medewerkers te vinden. Hier, Olaf. Nou, goed werk. Ja, absoluut. Ja, ik ben daar. Kijk, want wat ze doen is. Het lukte me niet of niet goed genoeg om met name software engineers in Nederland te vinden. Het verhaal werd verteld van: goh, er zijn ook elders in de wereld, specifiek Zuid-Afrika, zijn er mensen die een hele goede opleiding hebben, die heel aardig werkervaring hebben. Die ook aan het kijken zijn of ze ergens richting West-Europa en dan misschien wel specifiek Nederland zouden kunnen gaan. Ja, en dat klonk interessant. En ik heb gezegd: nou, oké, doe maar een CV. En eigenlijk, sinds die eerste CV, zo heel lang werken we nog niet samen, maar hebben we nu 3 personen aangenomen in dienst inmiddels, waarvan 2 ook al in Nederland. En dus wat doen ze? Wat doen jullie? Gewoon echt hele goede voorselectie, blijkbaar. Want het is in meer dan 50% van de gevallen raak geweest. Jullie hebben waarschijnlijk goed naar mij geluisterd. Als ik heb gezegd wat ik zoek, dan weten jullie dat heel goed te vinden. Dat gaat goed. Dat gaat goed, ja. We hebben. Er was wel wat zorg onder het personeel hier zo. Omdat de afgelopen 10 jaar hebben we gewerkt met Portugezen, met Denen, met Tsjechen, met Indiërs. Door allerlei acquisities werd dat zeg maar opgelegd. Opeens moest het team in Denemarken stoppen en dan moest er weer een team in Tsjechië komen. En er bestond nu toch wel zoiets van, oh oké, er is een nieuwe manager. En die gaat nu opeens de Zuid-Afrika-route aan. Dus er was wel wat scepsis. Die is volledig weg. Ook natuurlijk omdat het niet de bedoeling is dat de mensen heel lang in Zuid-Afrika blijven. Maar als dat eenmaal enigszins ingewerkt is en het past in hun privéomstandigheid, dan komen ze naar Nederland. Dat gaat prima. Hoe gaat dat? Ze starten bij jou in Zuid-Afrika. Ja, bij mij starten ze in Zuid-Afrika. We hebben natuurlijk sollicitatiegesprekken en hebben ze een opzichttermijn en uiteindelijk, oké, ze beginnen op een bepaald moment. En een beetje afhankelijk van wat ik wil,
ook een beetje afhankelijk van de persoonlijke situatie van de persoon in kwestie, komen ze na een maandje of 3, 4, 5, komen ze naar Nederland toe. En in de begintijd dus werken ze, net overigens in de coronatijd met heel veel andere collega's, werken ze gewoon vanuit Zuid-Afrika, zitten ze in meetings erbij. En dan komen ze naar Nederland. En dat, ook dat gaat heel soepel. En nu zitten ze ook niet fulltime allemaal, maar een aantal dagen per week zitten ze nu ook bij ons op kantoor. En er zijn eigenlijk, als ze hier komen, zijn ze al geen nieuwe medewerker natuurlijk meer. Alleen, soms ben je dan verrast, iemand die je alleen maar via een scherm hebt gezien, hoe groot die is, of hoe klein die is. Ja, dus, dus daar komt soms nog een verrassing uit, maar voor de rest, nee, dat, die integratie gaat heel makkelijk. En hoe heb je contact met ze? Want kijk, als iemand, ik weet dat je 3 medewerkers hebt, inderdaad. Ja. En die zijn gestart in Cape Town bijvoorbeeld, in Kaapstad of in Johannesburg. Ja. En dan had je 's morgens je stand-up. Hoe ging dat? Daar ben ik zelf niet zo vaak bij geweest, maar het gaat gewoon, ja, zoals met alle stand-ups. En natuurlijk worden ze door ons wel ingewerkt. Dus de eerste week is het waarschijnlijk wat intensiever ook om ze te begeleiden. Maar gingen die in het Nederlands? Bij één van de 2 volledig in het Nederlands. Omdat het ook een team is met alleen maar Nederlanders. En de persoon in kwestie ook vrij goed Nederlands verstond en druk bezig was met cursussen om het nog wat beter te verstaan en te spreken. Het andere team wat we hebben, daar zit ook een Tsjechisch persoon bij. En er zit nog een Portugees tijdelijk bij. Dus die is sowieso Engelstalig. Maar ook daar is de medewerker van IR Olaf gewoon heel druk bezig met cursussen. En als we gewoon in een kleine groepje met elkaar staan, dan lukt het al vrij goed in het Nederlands. En dat is ook natuurlijk het grote voordeel van Zuid-Afrika. En Nederland is daar voor niemand een volledig nieuwe taal. Sommigen spreken het eigenlijk al vrij goed, althans het Zuid-Afrikaans dan. Anderen wat minder, maar je merkt gewoon dat heel snel gaat. Ja. De kwaliteit is goed. Maar daar ben ik niet verrast door, omdat we natuurlijk, we weten welke ervaring ze hebben. We hebben met iedereen minimaal 3 interviews gedaan. Dat is ook nog even moeilijk gemaakt, dat ze op een moeilijk onderwerp iets moeten presenteren voor ons. Dus er zijn geen verrassingen geweest qua kwaliteit. We weten wat we krijgen en dat blijkt ook de top. Dat is fijn. Ja. Makkelijk, lekker. We kennen ze natuurlijk al een tijdje, omdat ze al vanuit Zuid-Afrika voor ons gewerkt hebben. Een van beide medewerkers zit hier bijna elke dag. Die komt ook als een van de eerste. Dus die heet ongeveer de rest welkom op die manier. Die zet de koffie voor je. Die zet de koffie warm voor ons, ja. Dus dat gaat goed. Ja, die is volledig geïntegreerd. Andere medewerker is iets later gekomen. Spreekt ook iets minder Nederlands. Kan bijvoorbeeld niet fietsen. Ja, kan eigenlijk niet in Nederland. Dus we hebben een fiets gekocht en we geven haar af en toe fietsles. Geweldig! In het heuvelachtige gebied waar we hier zitten. En dat is ook gewoon leuk natuurlijk, dat integreert wat makkelijker. Dus we proberen een schemaatje te maken om haar goed te leren fietsen. Want zonder fiets ben je nergens in Nederland. Nee. Ja, dat is, ik zou zeker in CEO Olaf aanbevelen aan andere bedrijven. En dat is gewoon, daar hoef ik niet over te twijfelen. Het is gewoon, je hebt een eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je moet nooit een bedrijf blind vertrouwen. Je moet dezelfde interviews doen. Goed kijken, kritisch blijven. Maar wat ik ook eerder zei, de score. Hè? Het is niet zo dat we 20 cv's krijgen en dat er misschien eentje tussen zit. Nee. Elke cv lijkt in de eerste instantie goed te passen. En een hele enkele keer blijkt dat na een gesprek toch niet zo te zijn. Maar over het algemeen is het gewoon echt spot on. Dus ik zou zeker Ira Olaf aan anderen adviseren. Zeker, ja.